Mijn naam is Jan Vellinga, oud bestuurslid van de Enerzijdsvereniging, thans vrijwilliger. We hebben nu ijs. Ja. In plaats van rolschaatsen of skates, hè, is het? Skielen, ja. Skielers, ja. Dan is het nu echt ijzersteronder. Ja, klopt, ja. Het, is een, het was een winter waarvan ik dacht, dit wordt weer niks. Want het was natuurlijk tot 10 dagen terug was het alweer 10 graden boven nul. Ja. Het zag er niet naar uit dat er nog een winter zou komen. Ik had het niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, van de een op het andere moment is het dan toch weer streng winter. En we zijn vandaag voor het eerst open gegaan. En je ziet het, het is vandaag voor de leden. Ja, leuk. Ik hoop dat we morgen ook publiek kunnen toelaten, niet leden. Zodat we nog in ieder geval nog tot en met zondag flink kunnen schaatsen. Ja. En daarna zien we het wel, wat het weer is. Ja, je hebt ook een prachtige nieuwe aanwinst. Ja, wij hebben een paar jaar geleden, we hebben al een jarenlang een samenwerkingsverband met Friends on Ice. En dat gaat allemaal prima. Friends on Ice is de mini-ijsbaan in het centrum van Ede, die dit jaar natuurlijk niet vanwege de corona niet draait. Maar wij mochten wel gebruik maken van de Zamboni die daar rondrijdt. Het is daar, hij heet officieel de Pinguino, een kleine Zamboni. We hebben hem vanmiddag opgehaald en ik hoop dat we hem de komende week nog intensief kunnen gebruiken. Nou, mooi. Voor baanonderhoud. Wensen we veel plezier de komende dagen. Dat gaat lukken, dankjewel. Ja.